We hebben nieuwe laarzen binnen. Een westernachtig laarsje. Hier op de neuzen, daar zit het stiksel op. Maar ik vind het bij deze heel mooi dat hier eens een keer geen stiksel zit. Wel zo'n biesje erlangs. Suedine is het. Dat lijkt op suède. Maar is wat makkelijker in onderhoud. Vaak wordt het ook vegan leather genoemd. Ik weet ook niet waarom. Want we kunnen ze natuurlijk niet opeten. Hè? Vegan, dan denken wij meteen aan eten. Het fijne van dit is dat het heel zacht aanvoelt. Heel snel inloopt. Dus het gaat heel snel naar je voeten zitten. En komt er straatvuil op, dan is het heel makkelijk in onderhoud. Want ik pak dan thuis altijd een houten afwasborsteltje. Er zitten goede haren aan. Met een druppeltje afwasmiddel. En dan ga ik ze afborstelen. En met schoon water naborstelen. En dan zijn ze weer als nieuw. En dat gaat met echt suède natuurlijk niet. Dat krijg je nooit meer schoon. En dat is met dit wel. En dan is het ook nog wat gunstiger in prijs. En wat ik ook heel fijn vind, die lage hakken die eronder zitten. Want zo kan ik er de hele dag op lopen. En ze lopen ook echt als pantoffeltjes, maar dat is wat wij van klanten ook vaak terug horen. We hebben deze natuurlijk ook al in een wat lager modelletje gehad en in verschillende kleuren gehad. En nu een keer weer een langer model zonder stiksels. 59,95 zijn ze. Ze gaan van maat 36 tot en met 41 en ze vallen heel goed op maat. Dus je kan gewoon de maat pakken die je hebt en aan de binnenkant zit een korte rits. Heb je stevige kuiten, dan gaan ze niet passen, want daar hebben we uitgeprobeerd. Nicole die heeft wel stevige kuiten, die kan er niet in. Dus daar moet je even rekening mee houden. Het is gewoon een normale, ja, ik heb normale kuiten. Dan heb ik nog wel... Nicole die schiet in zijn maar. Ik mag niet zeggen normale kuiten, of wat? Ja, ik ben heel erg, maar ik ga het niet overnieuw doen, hè? Dat gaan we niet doen. Ja, ik heb een gemiddelde kuit, zo zal ik het dan zeggen. Ik heb stevige kuiten, dunne kuiten, hè, dat alles te wijd is. Ik heb de middenslag en dan zie je dat ik nog wel wat ruimte over heb. En Nicole, die heeft dan de stevige kuit. Nicole kan nergens in, Nicole Luiten heeft luitenkuiten. Ja, ik weet ook ooit niet hoe ik het moet zeggen. En ik begin maar en ik zeg maar en wat in me opkomt, daar is het dan. Hè? Dus normale kuiten, dikke kuiten, stevige kuiten, dunne kuiten. Ik weet het allemaal niet. In ieder geval, ik heb dan de middenslag kuit en dan hou ik nog iets ruimte over. 59,95 en je kunt ze bestellen op onze website baboe.nl.